Dit is niet zomaar een circus. Dit is Circus Vonk, het onbekendste circus van Nederland. Want Circus Vonk verzorgt alleen maar besloten voorstellingen voor tehuizen waar geestelijk gehandicapten wonen. Zoals hier. Dit is Harendaal in het Brabantse Haren. Hier wonen 250 verstandelijk gehandicapte jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Hier gaat het circus vandaag optreden. En het wordt spannend, want niemand weet hoe zo'n voorstelling gaat verlopen. Een enkele keer gaat het mis, vaker is het een succes. En dat komt omdat het welslagen vooral afhankelijk is van het publiek. Niet iedereen houdt van circus. Neem Wenzel. Hij vindt het maar niks. Kinderachtig gedoe. Hij zit hier alleen maar omdat iedereen er is.
Ja, ik moet vegen. Ik moet alsmaar vegen. Want dadelijk komen de paardjes en dan moet het hier schoon zijn. Want anders krijgen ze vuile voeten. Stefano, schijn maar uit met vegen. Want de paardjes komen niet. Wat? Ik heb de paardjes verkocht aan de slager. Oh, dierenbeul. Maar als de paarden niet komen en de olifant niet komt, dan is er geen voorstelling meer. Precies, Stefano. Er is vanmiddag geen voorstelling. Morgen terugkomen. En morgen is er ook geen voorstelling. Overmorgen terugkomen. En ook overmorgen is er geen voorstelling. Dames en heren, u kunt naar het beste de tent verlaten. Er is geen voorstelling. Ik heb het circus verkocht. Ik heb het circus van de hand gedaan. Circus Vonk is afgelopen. Finita. Basta. Maar dat kan toch niet? Zo kan het toch niet aflopen? Zo kunnen jullie toch niet naar huis gaan? Dat kan toch niet? We moeten wat bedenken. We moeten wat bedenken. Misschien kunnen jullie ons helpen. Misschien kunnen jullie onze artiesten helpen. Misschien. Kom nou eens, helpen jullie me dan toch? Kom, wie wil meedoen met de acrobaten? Wie?